Een enorm ijszicht. Het helder weer kun je ongetwijfeld aan de overkant de Franse Elzas zien. Hier. Het heeft er niets met hem te maken. De Van Stauffenberg die de aanslag op Adolf Hitler pleegde. En dit slot heet wel Slot Stauffenberg. Nou, een heel mooi dorpje. Ik ga nu de. En hier, Warempel. U ziet hem waarschijnlijk wel. Daar het is. Hij zal zo verdwijnen. Daar gaat hij. Ja. We lopen even terug. Dit keer een keertje niet met de fiets, maar ik had het achteraf misschien best toch wel kunnen doen. Het viel me wel mee. Ben ik naar boven lopen, hoefde ik bijna niet te hijgen, dus dat had met de fiets ook wel gelukt. Maar goed. En daar ligt het plaatsje Durbach. En dan ziet u hier. Een prachtig gebied. Een simpel paadje naar beneden. Ik weet niet of men de zwarte auto's ziet. Dan komen we straks allemaal langs. Het is hier. Even draaien. Hier is het slot. En wat een geweldige mooie bloemen. Je ziet het hier. Komen we net vandaan. Daar lopen nog wat mensen. Ik moet tegen de film, tegen de zon in filmen, dus ik weet niet wat er van wordt. En jawel, daar ziet u die twee auto's misschien naar boven rijden. Hier nog een prachtige kastanje. En daar ziet u een oude vertrouwde naam staan als het goed is. Zichtbaar. Ze hebben hier van alles, een chocoladewinkel, iets met wijn, ja, toeristisch is eigenlijk per definitie veel te duur. Ik ben ook niet in de verleiding geweest om hier iets te halen. Hier, kijk, de chocoladefabriek.
Schloss Stauffenberg. En hier, nou ja, we zien het, hè. Dit is dus het slot waar ik net vandaan kom. En nu is de bedoeling dat wij met VrachtNL daar naartoe gaan waar nu dit rolmonster tevoorschijn komt. En dat gaan we nu ook even doen. Inmiddels gaan we nu vertrekken. Dan gaat eerst mijn auto voor. Laat die maar even gaan. En natuurlijk hoort bij een dergelijk afdaling toch ook wel een mooie muziekje, niet? Het is nog een stijl, smal, maar wel mooi. En eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het lijkt moeilijker dan het is. Even kijken of de poten van de training over de grond schrapen. Nee, dat gaat goed. En hier. Jawel. Ferdinand Ries. Thank you.
is jammer dat er zo'n oude vandaag voor rijdt. Die, ja, die zijn de fietssnelheid toch gewend in paardenkarren van vroeger. Dus ja, helaas. De film wordt er niet mooier op. Hoewel je ziet, 28. Zo komt het ook niet snel thuis. Kijken. Ga ik het voor de rest weer even alleen doen.